Verkuijlen schoen natuurlijk een grote naam geweest in het schoenenland. Helaas ook al lange tijd leeg. Krijgen we ook moeilijk opgevuld. Dat is een groot moeilijk pand. Hier links Tinks met een sociale werkplaats erachter geweest. Gaat ook verdwijnen. Verdwijnt ook uit Boksel. Dat zijn allemaal voorbeelden zoals we hier in Boksel te maken hebben met de toenamende leegstand. Chef van Stratum, centrummanager in Boksel, laat leegstaande winkelpanden zien aan de medewerkers van Streetwise uit Heerlen. Leegstand is een groot probleem in Boksel. Ruim 1 op de 10 panden staat leeg. En is dat veel? Dat is veel, ja. Dat is bovenlandelijk gemiddelde. Ja, dat is vervelend, maar ja, dat is in andere centrums is dat ook, hè. Dus ja. U accepteert het gewoon? Zullen we wel moeten, denk ik. Maar we zitten natuurlijk in een transitie naar een andere economie. En ja, daar hoort dit bij. Er valt niet aan te ontkomen. Dat blijkt. De oorzaken van leegstand zijn divers. En ik denk meerdere oorzaken. De crisis is natuurlijk waar we al een aantal jaren in zitten. Het internetverkoop wat ook steeds in hogere mate toeneemt. En ja, de huurpenningen die de huurbazen, de eigenaren vragen, die blijven ook nog gewoon steeds aan de hoge kant. Het volgende voorbeeld hebben we aan de overkant zitten. Dat staat al zo lang leeg dat ik niet eens weet wat erin heeft gezeten. Maar dat geeft wel het schrijnende voorbeeld. Dat het een heel incurant pand is waar we heel erg moeilijk iemand voor kunnen vinden. Ik heb me op een gegeven moment verantwoordelijk gevoeld voor mijn omgeving. Ik zag die achteruit hollen. En ik heb eigenlijk alles opgegeven. Mijn beroep, mijn status, ook mijn spaarrekening. En, dus ik heb er alles in geïnvesteerd om van mijn omgeving iets te maken. En dat is uiteindelijk Streetwise geworden. Heerlijk en de veel winkelleegstand. Streetwise heeft dat daar met succes aangepakt. In de afgelopen 2 jaar zijn er dankzij Streetwise 40 nieuwe winkels begonnen. 9 van de 10 nieuwkomers zitten er nog steeds. Het geheim? Het nieuwe ondernemen en er met z'n allen voor gaan. Dan moet je alle belanghebbenden in een winkelgebied voor met de neuzen naar dezelfde kant krijgen. Dat zijn natuurlijk de ondernemers zelf, maar ook de pandeigenaren, de makelaars, de gemeente en het centrummanagement. Dus onze aanpak is wel een concept, maar is afhankelijk van het lokale DNA. Profilering, sfeer en beleving zijn hierbij de sleutelwoorden. En dat moet terug te zien zijn in het straatbeeld. Nou, die bestaat eruit dat de straat een eigen gezicht krijgt, een eigen profiel, waar ook de winkels weer bij passen. Maar ook dat ze evenementen opzetten die passen bij dat profiel en die heel mooi aansluiten bij de evenementen in een stad. En dat zijn juist die concepten die wel weer bezoekers naar een winkelgebied trekken, omdat die toch een stukje sfeer en beleving brengen die bezoekers vaak missen. En daar passen winkels bij die zich specialiseren of juist activiteiten combineren. Zoals een koffiezaak waar ook LP's worden verkocht en kleding. Dus je kunt eigenlijk niet zo goed duiden wat voor zaak het is. En daar komen mensen vooral voor de sfeer die daar is. Het is heel prettig om daar te zijn. Je kunt er even werken met je laptop. En het draagt bij aan de stad als ontmoetingsplek. Dus mensen moeten niet doelgericht gaan shoppen, maar vooral langere tijd in een winkelgebied verblijven. De markt, waar ook nog twee belangrijke panden leeg staan. In Boksel zijn betrokkenen inmiddels in overleg. Prima, zegt Streetwise, maar wat vooral nodig is, is daadkracht. Er moeten keuzes gemaakt worden en actie ondernomen worden. En als we één ding zien, is dat winkelleegstand zich heel snel kan vermeerderen. Wij willen ook heel graag actie. Dat is ook de reden waarom we al zo lang mee bezig zijn. En of dat dan uiteindelijk zo'n concept is met een multifunctionele ruimte en daar bedrijf samen te brengen, ik vind het een helemaal top idee.